Hallo allemaal. Welkom terug. Ze is nog steeds aan het duiken. Oh, die is leeg. Nee. Zal ik het bijna weer doen? Ja, erg hè? Ja, ach. Ik weet niet eens wat sommige. Oh, is ook leeg. Nou, mooi. Oeh, ze heeft echt pokken in. Nou, ga naar huis. Zullen we even kijken wat ze te pakken heb gekregen. Oeh. Ik zeg de koelbox. Anders heeft het geen nut. Ha. Nee, geen moederbad. Nee. Want dan moet je nog een keer in bad. Nee, ga maar in bubbelbad, wat je plezier omhoog krijgt. Sta je klem of zo? Oh nee. Kun jij hier naartoe gaan? Nee, ze zit niet vast. Nee, ik dacht even dat ze vast zit. Viezigheid? Oh. Die schoonmaken? Nee. Die niet schoonmaken? Nee. Die niet schoonmaken? Nee. Wat is er vies dan? Oh, waarschijnlijk omdat zij zo stonk. Dat is het. Kijk, het plezier is alweer helemaal aangevuld. Daar mag ik me eigenlijk er nooit druk op. En als de plezier en sociaal laag zijn, laat je ze even oh ja doen. Dan wordt het ook meteen aangevuld. Dus. Ja, ik heb even een voorproefje van mijn haché genomen. En wat is dat lekker zeg. Oh. Water drinken, handen wassen. Zo. Nou, eens even de buit bekijken. Oh, we hebben spullen, ik zie een driehoekje. Oké, wat is dat? Een salontafel. Ik zit even verder te kijken, maar voor de rest, ja, de computer. Oh, wacht, kan hier de computer op? Nee, is een eettafel. In ieder geval voor in huis een schilderij. Een glas kunstwerk. Hier. Ja, die computer, maar die kan nergens op. Oh, die kan hierop. Nice. Oh ja, natuurlijk. Lamme. $2700. $4,500. Die kunnen we neerzetten. Zo, een bed.
Tijdelijk. Hierheen. Wat hebben we nog meer? Nee, dat kan allemaal gerecycled worden. Dan krijg je allemaal stukjes en beetjes voor waar je weer spullen van kan maken. Nee, niet zo hard, niet zo hard, niet zo hard. Even repareren. De planten kunnen wachten. Ja, ik noem er altijd het kruidenvrouwtje. Helemaal gek van plantjes. En je raadt natuurlijk al wat wij gaan doen, hè? Kutmuggen. Sorry. Weet je wat? Ga even... Oh nee, wacht even. Je moet je relatie nog even aanpakken, hè? Liefde... vluchten. Laat die planten voor wat het is. Jemig. Het zijn twee plantjes. Ja, en dan kijken ze ernaast. Ze zullen ze niet automatisch plukken. Nee. We kijken en we zien dat de vruchten hangen en we doen niks. Gaan ze met z'n tweeën naar de plantjes kijken. Ja, iedereen plantje. Nou, we gaan jullie even laten woehoeën. Oh ja. Oftewel, je weet wel. Kijk, dat plezier is rood. Social is. En dat wordt allemaal... Gaat er eentje de computer doen en de andere gaat duiken. Maar zij gaat duiken, want zij heeft die skill ervoor en dan kan zij repareren, want zij stond level 9 erin, dus dat doet het lekker snel. Sorry, hier is mijn telefoon. 8 nieuwe overlijdenen en 2 nieuwe ziekenhuisopnames in verband met erover. Oh. En ik ben weer vergeten de klok te starten. Ah, is net 6 minuten bezig, dus we starten we nou. Goed. En als je kan zien hoe ver het plezier nou is, bijna vol. Dan heeft ze nog honger, dus ze gaat even eten. Dan kan ze iets uit de ijskast pakken. Jij gaat even rippen dingen. Hallo, niks ervan. Je zegt dat je gaat repareren.
Oh, ik wou net zeggen, kun je zo mee flutterigheid afhalen, dan stop je gewoon onder de koude douche. Nee, weg. Oh, sorry. Waarom ga jij slapen? Niks te fan. Wakker worden. Nee, ze gaat niet meer naar school, dus daar houdt voor. Jong volwassen. Dum, dum, dum. Nou, last, dat was het hier wel leuk. Nee, die is de computer aan het repareren. Nee, die is toch klaar met repareren, maar één zinnetje. Hoe kun jij nou ineens zo'n slaap hebben? Het zal wel. Ja, s'nachts is het niet zo druk. Je park alweer. Nee, er wordt niet geluld. Dat is die vrouw. Wat ik zei van die man die landgraaf. Jeffrey. Dat is haar man. En die vereten uit de bak, terwijl ze hun geld als water hebben. En de zoon die ze hebben ontroond heet Seth. Deelzijde. Dat is een hele wiki over Sims 4 karakters. De vaste die al vanaf Sims 1, Sims tot Sims 4. Ja, dit wordt niks. Ze vindt echt weinig, zeg hij. Nee, niet lege handen, niet lege handen. Nee. Oh. Op. Ja, naar huis op zou de niet drukken. Nou, genoeg van je. Ga de trades even omwisselen. Ga jij maar lekker de hele dag naar je werk. Dan kan ze eigenlijk dat doen. Je bent echt waardeloos. Sorry dat ik het zeg. Dat gaat op met je. Je hebt het nou nog niet gerepareerd. Oh, ik word zelfs massaal gestoord van die Sims, man. Oh,
Of is dat iets wat je niet kan repareren? Oh, daar word je al gestoord van. Zo rust je niet uit, Mongool. Ga erin leggen. Idioot. Slapen, rot op. Serijn, echt, als je zo doorgaat, ben je binnenkort dood. En dan moet ik even denken, wat voor een dood? De meest pijnlijke, gruwelijke dood. Ik denk dat je gewoon wil, net als dat in een andere sim, een klein muurtje van een halve meter bij een halve meter ertussen hangen en dichtmaken en je gewoon vergeet. Totdat je op de duur denkt, wat doet margarijn hier? En dat is leuk! Ik is om elke keer in je broek zagen, want ik ga je niet naar de wc sturen, want je hebt toch geen zin om mee te werken. Tada! En als u klaar bent met die computer, zal het ook leuk zijn, want ik kan nu gaan duiken. Er komt geen end aan. Je had er lang klaar moeten wijzen. Er loopt ook geen groen balkje. Stop maar. Reparatiedienst bellen. Sims 4. En dan zitten ze te praten. Maar de dingen zitten nog vol met bugs. Dat is niet normaal. Wanneer komt die? Zondag om 8:27. Nou, over 11 minuten. Volgens mij zit er nog iemand de Sims te spelen. Ik hoor een hele tai tai. Dat is altijd een groet. Dak dak. Mochichipichu. Hallo meneer. Hier. Denk je dit te kunnen vinden? Ja, hier. Dat vierkante lelijke ding. Daar. Kun je nog geld gaan uitgeven, ook zeg. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een keer gehad dat ik geen geld. Maar ik had een douche gevonden. En ze kon die douche maar niet maken, dat is die bug. Dus ik zonder geld, maar ik bestel toch iemand. En, ja, maar ik heb geen geld. Ja, ik stuur je de rekening wel. Nou, is goed. Ik heb nooit een rekening ontvangen. Hij is nog steeds stuk, meneer. Als je mijn geld in rekening gaat brengen, ga ik je baas bellen. Nou, dan ga ik één uitzondering maken. Dan kopiëren we deze. Want dan weet ik welke computer het is. Dat is die. Oké, dan verkopen we die. Hé, ik ga net terug naar de winkel. Man. Welke zijn die nou? Deze? Oh, dat staat er. Wacht even. Hé. Hey. Ja, die. Oké. Kunnen we die kwijt? Geef maar hem. Gooi hem in bed. Elektrocutie. Kom op zich, doe maar een lol. Ga nou alles tegenwerken? Zo, dat is niet eerlijk, want ze hebben een computer gevonden, maar de dingen kennen ze waarschijnlijk niet. Ja, wat doe je nog hier oprotten? Je hebt niks... Gooi het in de ijskast. Vreet het op, whatever. Wat? Wegsturen. Hij heeft niks gerepareerd, dus hij krijgt geen geld.
Wat? 112 betaald? What the fuck? Heb hem niet eens gerepareerd, man. Ah, zonde. Dit vind ik echt bullshit. Dat Ayana, dat is een man, dat is toch niet normaal. Zo gebukt als dat spel is, man. Erdoor zijn er destijds gekomen omdat er zoveel bugs in het spel waren. Het is echt belachelijk. Als je een baby hebt en je neemt hem mee, neem je hem in één handje, til je hem zo op. Je vuilniszak pak je ook zo op. In plaats van zo. Zo, neem hem, pak hem zo op. Oh, je zak maar lekker in je broek. Ben je al klaar met eten? Moeten duiken. Ik zal het even sneller voor je laten gaan. Oh, die heb je in de broek gezeten. Yep. Mooi zo. Wij gaan... Hey, spookerding. Laat ik hier nog eens proberen. Een tijdje terug dat we daar geweest zijn. Doe die heks niet. Misschien inventaris. Over in het zwembad. Luchtkussen. Oeh. Hester. Ken ik niet. Zie je eruit? Nee, jou ken ik niet. Ja, ken ik niet. Moet u naar het toilet toevallig? Nee, je bent goed. Ik denk dan maar dat ik met twee van jullie... Laat je twee van jullie met elkaar trouwen. Ja, dan mag geen gezeik. Oh, lekker. Jullie zijn net robots. Heerlijk. Geen gejengel in je kop. Oeh, lekker. Oké. Nou, zal geluk nou met ons mee zijn? Vrees we niet. Nou, we hebben nog 14 minuten, dus... Katrina! Wat is nou met je Future Cube? Die geeft alleen maar stomme antwoorden. Oh, dank u. Dank u. Is die weer voller? Nee, niks kakkelaak. Nee. God, die kakkelaak plat trappen. Laat die ons duiken. Wow, woehoe. Oeh, hebben we dit gevuld? Mooi. Daar gaan we van.
Oh, is dat alles? Dat is snel. Oh, niet waar. Ik kan er zeker nog twee keer in duiken. Gaat heen. Een klein momentje. Even schaatsing van het weglopen steeds oprotten. Nee. Kijk, blijf tenminste stilstaan als je niks meer te doen hebt. Pas dat ze steeds naar binnen holt. Je wordt er helemaal gek van. Zo dan niet er op mijn rot op. Oh, hey. Cool. Hè? Huh? Daar woon ik niet. Dat is het industriële gedeelte. Waarom krijgen we niet erover op de hoogte gehouden? Ik dacht dat het hier was. Je zal na toch wel een keer een wc gevonden mogen hebben. Ja, kom op. Ik ben blij dat dit spel niet online is. Anders heb je dat gehouden met andere spelers. Poeh. Dit is al irritant, kinderen. Je hebt geen antisocial trait? Nee, natuurlijk niet. Je moet vriendelijk blijven. Ah, sodemieter nou op! Oh nee, dat kan niet. Is gebukt. Ja, gaan bed nemen, gevreten, weg. Dus even kijken, wat hebben we? We hebben iets, want ik weet dat er iets naar binnen is gegaan. Zo, maar geen wc. Nee hoor, geen wc. Dat zeg ik, als je eenmaal een douche en een ijskast hebt gevonden, ze blijven komen. Hé, hey, wel een wc. Oeh, uit de nieuwe serie nog wel. Wauw. Moet een beetje groter worden. Hey, broekzaken, je hebt een wc. Dat hebben we jou kunnen laten doen, maar jij hebt het nooit gevonden. Zo. Wat hebben we nog meer? Wat is dat? Een huisplant. Nee, ik kan buiten. Ik kan ook naar buiten. Ik ben rechter, geen echt bureau. Ach. Oh god, het is verbrand. Nou ja, zometeen. Kunstwerk voor in de muur. Ik denk dat ik ook wel kan beginnen met behangen binnenkort. Maar dat wordt het volgende deel. Ik heb nog maar 9 minuten. Even kijken, wat is hier nog meer? Nog een poster. Zo. Hé, hey, een gootsteen. We hebben nog geen aanrecht, dus ik kan nog niet. Fuck. Nou, wat is het waard? 25. Nee, ja. Ja. Zeer zeker.
En de rest niet, dat gaat gerecycled worden. Dan moet ik die even vervangen, zo. Nee. Dat is ook zo'n probleem. Je probeert die computer te pakken, maar dat gaat gewoon. Je pakt die hele tafel. Wat ligt daar te rotten? Plant die dood is. Doei. Zo. Je kan planten geen water geven, maar was ze gewoon wel dood. Ja, dat is zij. Zijn ze tafel stuk? Ja, oké. Okay. Even denken. Voor nou gaat deze dan. Als je mee wil werken, dank u. Hier naartoe. Die tv. Die hier. Is die tv gebleven? Is er weer eentje in een jetklus? Verder gebleven. Oh, die had ik op het dak gezet. Dat is waar ook. En die blijft er ook even staan. Want ze kunnen slapen. Niet dat die muren in zitten. Zo, waar scheelt het met u aan? Hygiëne. Ik zei net al dat u in bad moest gaan. En daar moest gaan eten. En jij bent daar toch al. Dan kun jij even gaan stemmen. Wij laten het hier ook mooi worden. Hij staat er niet tussen. Oh, oh, oh. 7, 9, 7, 8, 8. Dus ik moet nog meer hebben. Nu moet ik even wachten tot ze het bad is. En zij kan het schijnbaar ook. Ja, zeker. We moeten meer punten hebben dan de anderen. En het is nu maanden. Oh! Om 8 uur is het over. Even opschieten met douchen. Eten maar even vergeten. Mag je daarna doen. Hoe is het met je hygiëne? Kom op, het is al maandag. Zo moeten we slaan de stembus. Zo. Ja, jij doet toch niks uit je eigen... Hier. Ik heb nog geen kachels geplaatst. Het is toch geen winter? Het was in de herfst. Het is dag hoeveel? Dag 9 van 28 van de lente. Waarom staat hij daarna weer niet bij? Ja, wat is dat nou voor bullshit? Ga jij nog eens terug? Wat is dat voor achterlijk gedoe? Je hebt zelf een paar 8 punten ingedacht. De bieltje kan weer eens niet. Oh, man. Oh, ze hebben ook een fiets. Ook niet voor lang. Oh, kom op nou. Hier, 1, hoe kan dat nou? Ze hebben net opgestemd. Hoeveel punten had je? 4. Je telefoon. Assistentrum. Oh. 2. 3,
4. 5. 6. 7. 8. Ah, shoot, 1 tekort. Oh nee, want die heeft 9. Gebeurt. Laten we eerst eens beginnen wat licht in de duisternis te brengen. Zo, dan gaan we even wat musken neergooien. Ja, moet een muurtje even wijgen en ik ga dit keer hier. Waar is mijn wc gebleven? Wat? Ik had een wc neergezet. Tijd is voorbij. Ik dank u hartelijk voor het kijken. En ik hoop u in de volgende aflevering weer tegen te komen. Daag.